In deze video leggen we uit waarvoor spreidingsmaten eigenlijk gaan dienen. Spreidingsmaten zijn getallen die ons iets meer zullen zeggen, zoals de naam het zelf zegt, over de spreiding van de individuele gegevens ten opzichte van het centrum van de gegevens. Nu, waarom zijn spreidingsmaten eigenlijk belangrijk? Want we hebben in een vorige video eigenlijk ook al de centrummaten besproken, gaande van gemiddelde, mediaan en modus. Nu, waarom zijn spreidingsmaten dus eigenlijk ook belangrijk? En daarvoor ga ik eerst een voorbeeldje geven. In twee klassen wordt eenzelfde toets wiskunde gegeven, die op 10 punten staat. En we zien links de resultaten van klas A en rechts zien we de resultaten van klas B. Als ik even dieper inga op de resultaten van klas A, dan zien we dat de leerlingen tussen 4 en 8 scoren. Dus 4, 5, 6, 7 en 8. De resultaten van klas B, die liggen wat meer uit elkaar. Daar hebben we resultaten die gaan van 2, 3, 4, 6, 8 en 9 en 10. Hier zien we duidelijk dat de resultaten van klas B meer uit elkaar liggen dan die van klas A. Nu, als ik heel even de centrummaten er ga bijnemen die we in een vorige video al besproken hebben, en ik kijk naar de centrummaten van klas A, daar zien we dat het gemiddelde, eigenlijk als ik dat zou uitrekenen, heel de som is 120, delen door het aantal resultaten, die zijn 20. Dus 120 gedeeld door 20, dat geeft 6. Dus het gemiddelde is hier 6, mediaan. Het midden van deze reeks gegevens, dat is ook 6. En de modus, het meest voorkomende getal, dat is in dit geval ook 6. Als ik deze vergelijk met de resultaten van klas B, ja, dan zie ik dat het gemiddelde ook 6 blijft. De mediaan, die is ook 6. En de modus, die is ook 6. Dus als ik alleen maar zou afgaan op de resultaten via mijn centrummaten, dan heb ik eigenlijk weinig verschil. Ook al zie ik het verschil tussen resultaten van klas A en klas B, dat die resultaten van klas B veel meer uit elkaar liggen, met andere woorden, veel meer verspreid liggen. Dus centrummaten die zeggen eigenlijk niets over de spreiding en daarom gaan we dus in een komende stukje meer ingaan over de spreidingsmaten. Spreidingsmaten die dus eigenlijk gaan weergeven hoe dat de getallen verspreid liggen ten opzichte van de centrummaten. Achtereenvolgens bespreken we de spreidingsbreedte, oftewel range genoemd. Daarna bespreken we de interkwartielafstand om dan te eindigen met de boxplot. Het eerste dat we gaan bespreken is de spreidingsbreedte, oftewel de range genoemd. De spreidingsbreedte, dat is eigenlijk niets meer dan het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde in een rij gegevens. Als we dit nu heel even gaan toepassen op onze voorbeelden, en ik neem de resultaten van klas A er terug bij, dan zien we dus dat de range, dat betekent het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde, dus we gaan de hoogste waarde 8 min de laagste waarde 4 doen, en dan komen we op een spreidingsbreedte van 4. Als ik dit ga vergelijken met de resultaten van klas B, waarvan we al weten dat die iets meer uit elkaar liggen, dan merken we dat de spreidingsbreedte, opnieuw de hoogste waarde min de laagste waarde, gelijk gaat zijn aan 8. Dus het is eigenlijk een heel eenvoudige om te berekenen. En we merken ook, hoe groter dat die spreidingsbreedte is, hoe groter dat die range is, hoe meer dat de resultaten uit elkaar liggen. Dus deze is heel eenvoudig te berekenen, kost heel weinig tijd. Hoogste waarde, min laagste waarde, dat is onze spreidingsbreedte. Maar er is natuurlijk ook een nadeel bij. Deze is namelijk heel gevoelig voor uitschieters. En daarmee bedoel ik, wanneer dat er bijvoorbeeld één resultaatje in één keer heel extreem hoog of heel extreem laag is, ja, dan gaat een enorme impact hebben op de berekening van onze range. Stel dat er iemand tijdens de toets aan het spieken was en onverbiddelijk een 0 heeft gekregen. Dus ik kijk in klas A en daar is mijn laagste waarde, die is veranderd naar 0, want als je spiekt, dan krijg je 0. Wat heeft dat voor effect op onze range? Namelijk, ja, onze laagste waarde is niet meer 4, maar die is 0 geworden. Dus mijn range, die ga ik ook moeten aanpassen. En mijn range, die is nu in één keer 8 geworden. Die is dus, met andere woorden, dus even groot geworden, die range, als de resultaten van klas B. Ook al zie ik dat in klas B, die resultaten toch nog altijd veel meer verspreid liggen. Ja, de impact van zo één grote uitschieter, dat heeft toch grote gevolgen. Dus eigenlijk is deze waarde niet zo heel geschikt. Een betere waarde om te gebruiken voor de spreiding van gegevens aan te duiden,
Dat is eigenlijk de interkwartielafstand. De naam zegt het zelf, interkwartielafstand. Enerzijds vinden we daar het woordje inter terug, inter wat ook wel tussen betekent. En kwartiel, dat betekent eigenlijk een kwartje, dus eigenlijk een vierdeke van mijn gegevens. Dus bij deze spreidingsmaat gaan we eigenlijk op zoek naar die kwartielen en we gaan met andere woorden al onze gegevens gaan opdelen in vier kwartjes, in vier delen. Hoe gaan we te werk? Het eerste dat we gaan doen, dat is onze rij gegevens gaan ordenen, van klein naar groot. Dus als ik dit ga toepassen op de resultaten van klas A, dan heb ik nu deze rij gegevens, dus van klein naar groot, van 4 tot en met 8. Het tweede dat we gaan doen is eigenlijk het midden gaan bepalen. Ik wil mijn gegevens eigenlijk in 4 delen. Dus het eerste dat we gaan doen is eigenlijk mijn rij gegevens delen door 2. In dit geval neem ik dus het middelste getal. Omdat het gaat over even getallen, ga ik dus kijken naar de 2 middelste getallen. Er zijn in totaal 20 uitkomsten, 20 resultaten. Dus ik ga kijken naar het 10e en de 11e resultaat en daarvan neem ik dan het gemiddelde. Dus in dit geval gaat 6, het gemiddelde van 6, 6 plus 6 gedeeld door 2, de mediaan gelijk zijn aan 6. Dat hebben we nu al gevonden, dus dat is eigenlijk het middelste getal. Het volgende dat we gaan doen, dan gaan we alleen maar kijken naar het eerste deel van mijn gegevens. Dus het tweede deel, wat nog achter komt, dat laat ik heel even vallen. En ik ga kijken naar mijn eerste 10 getallen. En daar ga ik opnieuw het midden van bepalen. Met andere woorden, ik bepaal opnieuw het midden van die eerste rij gegevens, van de eerste deelrij. Omdat het hier weer gaat over 10 getallen, het is een even nummer, ga ik dus het vijfde en het zesde getal moeten nemen. In dit geval, het gemiddelde van het vijfde en het zesde getal is 5 plus 5 gedeeld door 2, is dus ook 5. En dit noem ik nu het eerste kwartiel. Ik doe dit op dezelfde manier voor mijn tweede deelrij. Dus ik ga kijken, ik ga nu naar het tweede deel van mijn volledige rij. En daar doe ik juist opnieuw hetzelfde. Het gaat hier weer over 10 resultaten. Dus in dit geval neem ik het 15e en het 16e getal. En daarvan neem ik het gemiddelde. Ook hier heb ik weer het gemiddelde. 7 plus 7 gedeeld door 2, opnieuw 7. En dit noem ik dan het derde kwartiel. Ik zou dan ook kunnen zeggen, even terzijde, dat de mediaan eigenlijk mijn tweede kwartiel zal zijn. Maar dat gaan we niet veel gebruiken. Heel eenvoudig, de interkwartielafstand, aangeduid door delta Q, die ga ik dus eigenlijk berekenen. Het verschil tussen het derde kwartiel en het eerste kwartiel. Dat is mijn interkwartielafstand. Dus toegepast op de resultaten van mijn klas A, ga ik dus het derde kwartiel min het eerste kwartiel, 7 min 5, gaat dus gelijk zijn aan 2. Ik doe dit natuurlijk ook voor de resultaten van klas B. Ik orden opnieuw mijn gegevens van klein naar groot. Ik neem het midden van mijn reeks gegevens. Het midden. Het gaat hier over 20 resultaten, dus ik neem opnieuw het 10e en het 11e resultaat en ik neem daar het gemiddelde van. Wat blijkt dat die mediaan ook hier gelijk gaat zijn aan 6. Opnieuw ga ik kijken naar het eerste deelrij en ik neem daar opnieuw het midden van. Het midden, het zijn 10 gegevens, dus het vijfde en het zesde getal nemen, daarvan het gemiddelde berekenen, levert ons 3 op. En dit is mijn eerste kwartiel. Ik ga nu kijken naar mijn tweede deelrij. Dus ik kijk niet meer naar mijn eerste, dat heb ik al berekend. Ik ga kijken naar mijn tweede deelrij. En daar zie ik dat er ook 10 gegevens zijn. Dus opnieuw pak ik het 15 en het 16e getal. En daarvan neem ik ook het gemiddelde, in dit geval 9. Als ik nu de interkwartielafstand ga berekenen, dat betekent het derde kwartiel min het eerste kwartiel, dan kom ik op 9 min 3 is 6. Als ik even vergelijk met klas A, zie ik dat de interkwartielafstand van klas A maar 2 was. Dus ook hier weer, hoe groter mijn interkwartielafstand, hoe meer de resultaten eigenlijk verspreid gaan liggen ten opzichte van mijn centrum. Wat is hier nu het voordeel bij? Is, ja, ik hou eigenlijk geen rekening meer met mijn uitschieters. Dus stel dat mijn eerste resultaat toch een 0 was geworden, dat heeft eigenlijk geen impact op mijn berekening. Dus dat is een groot voordeel en daarom is deze dus ook
de interkwartielafstand veel meer geschikt om de spreiding te gaan aanduiden van mijn gegevens ten opzichte van mijn centrum. Heel even terzijde, omdat we toch moeten opletten bij het berekenen. In de vorige voorbeelden hadden we steeds 20 resultaten. Stel dat er nu 3 leerlingen ziek waren en we maar 17 resultaten verkregen hebben. Stel dat ik nu deze resultaten krijg van klas B, er waren er een aantal ziek, en ik doe opnieuw hetzelfde. Dus ik orden mijn gegevens en nu ga ik kijken naar mijn mediaan. Mijn mediaan in dit geval, ik heb een oneven aantal gegevens, dus ik neem het middelste getal en in dit geval gaat dat dus het 9e getal zijn. En er zijn 8 getallen ervoor en 8 getallen erachter. Nu, de mediaan hier die blijft dus duidelijk 6. In het vorige voorbeeldje hebben we telkens gewoon mooi gedeeld door 2. Wanneer het gaat over oneven resultaten, dan gaan we die mediaan niet meer meerekenen. Hè? En dan gaan we eigenlijk kijken naar de eerste rij gegevens. In dit geval opnieuw de mediaan gaan berekenen van die eerste rij gegevens. Dus het mediaan gaan we niet meer mee gebruiken. Die valt even weg. Opnieuw gaan we dan het gemiddelde berekenen. Het zijn 8 gegevens. Dus het gemiddelde van 3 en 3, dat is nog altijd 3. Dat is dan mijn eerste kwartiel. En het derde kwartiel, dat vinden we dus door de tweede deelrij, zonder gebruik van die mediaan. Dus die telt niet meer mee. Omdat het gaat over oneven gegevens. En daarvan berekenen we opnieuw het gemiddelde. 8 plus 9 is 8,5. Dat is mijn derde kwartiel. Dus in dit geval zou mijn interkwartielafstand gelijk zijn aan 5,5. Een belangrijke om mee te geven is, bij een oneven aantal resultaten gaan we de mediaan, nadat we deze gevonden hebben, dus niet meer meerekenen. En dan gaan we nog steeds opnieuw hetzelfde doen. Mediaan van het eerste deelrijgegevens en de mediaan van mijn tweede deelrijgegevens. In dit laatste stukje gaan we eigenlijk de voorbije twee. In dit laatste stukje gaan we eigenlijk de spreidingsbreedte en de interkwartielafstand gaan gebruiken om daarmee een boxplot te gaan opstellen. Nu, een boxplot, dat is eigenlijk een grafische voorstelling waarin de 5 kenmerkende getallen die we er juist besproken hebben eigenlijk worden voorgesteld. Dus we hebben enerzijds de laagste waarde van een rij gegevens. Minimum. We hebben de hoogste waarde van de rij gegevens nodig. We hebben de mediaan nodig. We hebben het eerste kwartiel nodig en het derde kwartiel. Dus die hebben we daar juist al besproken, hoe dat we die kunnen gaan vinden. Nu. Ik ga opnieuw het uitleggen aan de hand van de resultaten van klas A. De laagste waarde van een rij gegevens was het minimum. Daarvan hadden we al gevonden dat die gelijk was bij klas A gelijk aan 4. Dus in dit geval trek ik een streepje bij het minimum ter hoogte van de 4. Daarnaast doe ik juist hetzelfde voor de hoogste waarde van een rijgegevens, het maximum. In dit geval was dat 8 bij klas A. En daar trek ik ook een streepje. Dan ga ik op zoek naar de mediaan. De mediaan, dus het midden van die gegevens, waarvan dat we gevonden hadden dat die gelijk was aan 6. En daar trek ik opnieuw een streepje. Ter hoogte van de 6. Dan ga ik op zoek naar het eerste kwartiel. Dat hadden we ook al gevonden, die was gelijk aan 5. En ter hoogte van 5 trek ik dan ook een streepje naar boven. En het derde kwartiel, dat hadden we ook gevonden, die was gelijk aan 7. Daar trek ik dan ook een streepje. Nu, de twee uiterste, daar trek ik een streepje in het midden. En de twee middelste, daar trek ik gewoon een streep, zodat we eigenlijk een box tevoorschijn krijgen. En dit is eigenlijk gewoon een boxplot. Wat dit nu eigenlijk betekent, daar kom ik zo dadelijk nog wel op terug. Dus nu hebben we eigenlijk een boxplot opgesteld voor klas A. Laat ons dat nog eens doen voor klas B, dat het duidelijk is. De laagste waarde van een rij gegevens was het minimum. Dat was dus eigenlijk in klas B gelijk aan 2. De hoogste waarde van een rij gegevens, die was eigenlijk gelijk aan 10. De mediaan, die bleef hetzelfde, dat was ook gelijk aan 6. En die tekenen we dan ook. Het eerste kwartiel, Q1, dat was gelijk aan 3. En het derde kwartiel, dat we gevonden dat die gelijk was aan 9. Als ik deze nu ga verbinden op dezelfde manier, ik trek opnieuw tussen de twee uiterste streepjes een gewoon liggend streepje, en de andere trek ik boven en onder door, dan krijg ik volgende boxplot. Dus hier zien we
toch al heel duidelijk, als ik ze naast elkaar leg, het verschil tussen de boxplots. In klas A zien we dat die spreiding dus veel, veel kleiner is dan ten opzichte van klas B. Dus een boxplot, dat is eigenlijk niets meer dan een goede voorstelling van de spreiding van die gegevens rond de mediaan, waarbij we gebruik gaan maken van de hoogste, de laagste waarde, en van de mediaan, en van het eerste kwartiel en het derde kwartiel. Die boxplot die maakt gebruik van die kwartielen. De naam zegt het in feite dus zelf. De resultaten worden in vier delen verdeeld. 25% van die gegevens ligt tussen de kleinste waarde en Q1. 25% ligt tussen Q1 en Q en de mediaan. 25% ligt tussen de mediaan en Q2. En 25% ligt tussen Q3 en de grootste waarde. Bijvoorbeeld 50% van klas B die scoort tussen de 3 en de 9 op de toets van wiskunde. Of 25% van de klas scoort 9 of 10 op de toets. Dus dit is eigenlijk de bedoeling van een boxplot, om schematisch een voorstelling te geven waaruit we direct heel veel informatie kunnen halen. Even herhalen. De spreidingsbreedte of de range, dat is dus eigenlijk gelijk aan het maximum min het minimum, het hoogste waarde min de laagste waarde. De interkwartielafstand, daarvoor moesten we op zoek gaan naar die kwartielen, naar het eerste kwartiel en het derde kwartiel, en die gaan we dan van elkaar aftrekken. Als laatste hebben we dan de boxplot. De boxplot die gebruik maakt van de hoogste waarde, maximum en de laagste waarde, van de mediaan, van het eerste kwartiel en van het derde kwartiel.